Hallo, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag Keepers Battle in Enschede. Het is inmiddels 5:30. Ik ga om 7:00 weg. Ik moet zo'n 6:00 opstaan. Zoals jullie zien, ben ik al omgekleed. Ik heb mijn KSO shirtje aan. We gaan alleen nog eventjes de Goalie Sports handschoenen in mijn tas doen. Je ligt hier klaar op mijn bed. We doen het handdoekje dicht. En we stoppen in mijn voetbaltas. Ik ga alleen nog mijn haar eventjes doen. En dan ben ik klaar om te gaan. Je ziet in elk doelpunt de ballen liggen. Je hebt geen materie om mee te spelen. Wat mag je doen? Als we straks gaan beginnen, je ziet dat hier hoedjes hier liggen. Daarop, dat is je 3 meter gebied. Van daaruit mag je schieten op het andere doel, gooien, een dropkick of een volley. En dan moet je proberen te scoren bij je tegenstander. Wat is dan belangrijk voor de tegenstander? Hoog in de hoeken, dus dat er ook niet bij. We gaan om en om gaan we dat proberen. Je hebt 7 minuten de tijd. Als je een tegendoelpunt krijgt, ga je wisselen. Gelijk met de andere keeper. Wat zien we vaak bij de battles? Dat de keeper naast het doel staat. Die dan in het veld moet komen en die gaat dan naar de zijkant al schieten. Dat doen wij niet. Respect voor elkaar. Beide keepers weer klaar. En dan gaan we weer beginnen. Ik stel voor dat hun alvast gaan beginnen en dan ga ik tussendoor even de spelregels nog een keer uitleggen. Er gaat vanzelf wat gebeuren waarvan jullie zeggen en nu dan? En dan ga ik het spel stilzetten en dan ga ik vertellen wat de bedoeling is. Binnen 4 seconden moet je een doelpoging ondernemen. Heeft hij geschoten, moet hij dat binnen 4 seconden. Dan maar eens beginnen. Ja, start. Wordt er gewisseld? 21, 23, hè? Net bij de tijd. Als hij de ballen steeds ophaalt, want anders heb je geen munitie meer. Dat is jammer, Koen. Hop, goede redding, Rick. Was een redding, jongen. Hop, en dan gaan we weer wisselen. En je ziet eigenlijk, die is onder. Het is eigenlijk niet zo heel. Ja, nee, dat is een beetje overdreven, maar het maakt niet uit. Nou,
ben weer thuis. Het was een super leuke en geslaagde dag. We begonnen heel goed, want we wonnen heel veel wedstrijden. Maar uiteindelijk verloren we een paar en zijn we net niet in de prijs gevallen. Ik heb nog wel deze medaille gekregen. Super tof. En het is zeker een aanrader om mee te doen aan de Keepers Battle. Ik wil Joren bedanken dat hij een team met mij wil vormen. En ik wil mijn vader bedanken dat hij me heeft gebracht en gehaald en er de hele dag bij was. En de organisatie van de Keepers Battle, Keepschool Oldenzaal, bedankt. Want het was super goed georganiseerd en geregeld. Nou, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Hopelijk zie ik jullie weer bij de volgende video. En dan zeg ik nu alleen nog maar later.